Maar ik ben hier gewoon een politieagentje aan het spelen en ik moet me gewoon aan de wet houden. En hij heeft de wet overtreden, dus ik moet hem straffen. In zijn kop. Yo, dames en heren, mijn naam is Don. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe CSGO Overwatch. En we kijken naar een persoon die naar de grond kijkt. Alsjeblieft, laat het niet gewoon voor x rondes zo zijn. Is dit een... Oké, het is in ieder geval... Jemig, maar hou op. Is dit een spinbotter? Ik denk dat het een spinbotter is. Hij heeft een deagle. Hij kijkt constant naar beneden. Weet wonderbaarlijk nog genoeg waar hij naartoe moet lopen. Het is by the way de 16e ronde op DA Cash. Maar dat boeit niet. Wat is er mis met het ding? Ah, ja, oké. Hey, jongens, deze skip ik wel. Ik heb zo'n... zijn camera was even normaal. Maar wat is een spinbot? Waar valt het onder? Er valt er gewoon onder één bot alleen. Maar heeft hij ook Warlock of dat niet? Maar kijk hem ook gewoon als een hond naar de grond kijken. Kijk, want nu is de camera even normaal. Dan lijkt het wel als hij het nu even heeft uitgezet. Heeft hij hem nu weer aangezet. Kijk, want in het begin van de ronde loopt hij gewoon normaal. Oh, hij heeft ook een stabiel headshot percentage van 76% in beide rondes. Lol, what the fuck? Lol, oké. Weet je wat nog het erge is? De CT's zijn aan het winnen. Het staat 6 om 15. En de cheater is een terrorist. What the fuck? What the fuck? Was de tegenstander dan ook aan het cheaten of zo? Weet ik veel. En dat hij het dan terugcompenseerde met ook zijn eigen cheats. Weet je wat? Fucking, ik geef hem aim assistance en vision assistance. Want ik weet niet exact wat een spinbot allemaal heeft. Ik weet dat hij aimbot heeft, maar ik weet niet of hij ook nog wallhack heeft. Dat is altijd een vraagteken. Dus, dit. Ik ben gelukkig. Oké, we hebben gewoon weliswaar twee rondes achter elkaar. DA Cash. Het is de 4e ronde dus op DA Cash. En de verdachte staat 5 om 0 met een headshot percentage van 100%. Kijk. Dat is lekker verdacht. Oh. Oké, dat is gewoon een spray, maar het leek wel alsof hij een kleine lock-on had. Tot nu toe weet hij waar hij moet staan. Weet hij waar hij moet mikken. Dat ziet er goed uit. Er komt een mannetje om het hoekje, die is blind. Nogmaals blind. Oké, gaat er nu iets gebeuren? Gaat Vortex? Daar gaat hij. Hij gaat komen. Ja, hij weet het nu. Oeh. Oké, dat was mooi. Ja, mooi uitgevoerd. Ja. De laatste zit Highway met de bom. Hoe ga je dit aanpakken? Je weet het overduidelijk niet. Dus Warlock zal het niet aan liggen. Of je doet het fucking overduidelijk. Maar nee, het is geen Warlock. Dat kunnen we nu al concluderen. Oeh, jammer. Eén bot is het denk ik ook niet. Komt ie? Dit gaat hem worden. Oh! De terrorist werd gretig. Alleen hier, op het laatste moment was het even zo'n... Zo, ik miste twee frames of zoiets, weet je. Hij heeft nog steeds 100% headshot percentage. Dat doe je goed, hoor. Doet hij goed. Ik kan bedenken waarom dat verdacht is. Hij zit gewoon op hoofdhoogte, ja. Ja, het is de standaard procedure wat hij doet. Hij komt elke keer vanuit heaven, gooit hij een granaat diep in B-hals. En dan gaat hij even sprayen door de smoke heen. En dat is zijn riedeltje elke keer. Hij heeft weliswaar geen headshot geschoten. Wow. Hoe wist hij dat van die tweede? Hij zit een soort van te pre-firen. Oké. Kleine verdachte van Warlock. Oh, het gaat hard naar B komen. Ja, nu gaan we het krijgen. Dat was één headshot wederom. Nou, dat rushje op B, dat blijkt wel erg goed te werken. Gaan ze het nog een keer doen. Grotendeels van de terroristen neigen wel naar B toe. Ik denk dat ze het weer gaan doen. Ja hoor, daar zijn ze weer. En oh, hij gaat te krap opstaan. Hij gaat nu niet pre-firen. En hij is dood. Dat is wel een flashbang, ja. Dan kan hij opeens niet meer met de situatie omgaan, blijkt maar weer. Ze gaan het nog een keer proberen, de terroristen. Nou joh, wat een feest. Maar die granaat elke keer is hartstikke goed. Alleen gebruik flashbangs inderdaad. Flashbangs kan je echt een rush kan je totaal stoppen. Want hier, drie mensen waren blind en ze kunnen niet doorkomen. En dat is natuurlijk ook gepaard met het feit dat ze een molotov hadden gegooid.
Oeh, mooi gewacht hoor. Heel mooi gewacht. Ja, ik weet niet, deze persoon weet wel wat hij aan het doen is. Dus ik denk, zeg maar, niet dat dit een hacker is. Hij weet gewoon wat hij aan het doen is. Ja, en dat hij toevallig een heel hoog headshot percentage heeft. Dat komt omdat hij zijn angles weet te behouden. En hij weet op welke hoogte hij moet mikken om een headshot te schieten. Ook al zijn dit wel de verdachte momentjes waarop het leek dat hij door de muur heen aan het kijken was. Maar ik denk dat ik hem daarmee gewoon voordeel van de twijfel moet geven. Oké, als hij Wallach zou hebben, dan zou hij weten waar iedereen... Nou, oké, die zag hij gewoon. Maar die bel, die heeft hij nog niet gezien namelijk. En die voelt hij nu zo. Nou, het is niet overduidelijk dat hij Wallach heeft. Uh-oh, ze gaan weer doorrushen. Goeie flash. Dat was hem hoor. 4 man in de flash. Damn, son. Gaat in. Ah, rent er doorheen. Fucking slim. Ja, ja, ja. Spreekt er doorheen. Die andere terrorist weet niet wat er gebeurt. Ah, dat was wel de play, hoor. Dat was de play. Oh, jammer. Ik heb wel zitten genieten, hoor. Ik heb wel zitten genieten. Ja, ik kan wel begrijpen waarop mensen zouden zitten van... vision assistance. Was af en toe een beetje verdacht met die smoke en de muurtjes, et cetera. Maar ik zit van, ja... Zo... Ik weet niet. Het kan ook gewoon... Dat kan je goed beargumenteren. Dus ik vind hem schoon wat dat betreft. Submit verdict. Zo is het met toe. Ja, ik zat er al op te wachten hoor. Een aflevering is niet compleet zonder een Overwatch verdachte in de Dust 2. We hebben hier de verdachte in de 7e ronde op Dust 2. Score 8-3, headshot percentage 87%. 77%, want hij heeft zojuist iemand gekild. En wij gaan kijken waarom deze man verdacht is. Tot nu toe pakt hij wel zijn zaakjes gewoon lekker rustig aan. Hij rust er niet in. Oeh, daar zat hij gelijk op. En... Het is... Oh, jemig. Zit iemand in je rug. Ja, die hoorde niet gewoon. Dat is een hele mooie headshot. Dat was een hele mooie spray. Kwam mooi op de koppie. Die flashbang slaat letterlijk nergens op. Maar vooruit. En Cat, die staat AFK, dus dan moet je die gewoon even schieten. Oh, hij gaat hem nou even... Ook van voren af, dat is gevaarlijk hoor. Ja, hij schiet erop, maar dat is in de ronde, aan het einde van de ronde en hij doodt hem niet, dus het maakt niet echt uit. Technisch gezien is het wel, zeg maar, je schiet hem en dan gaat zijn armor omlaag. En al is zijn armor echt op 0 of op 5 of zoiets en hij wilde dat bewaren en blablabla, dat kost dan geld. En dat is dan uiteindelijk wel je team in het nadeel brengen, maar yeah. Hoe vaak komt de situatie nou voor? Oh, zag je mij even glimpsen op dat hoofdje door de muur heen? Denk je dat het legit was of niet? Dus even kijken. Oké, okay, daar op afstand. Daar beneden. Maar. Hij heeft wel vertrouwen in zijn spreetjes hoor. Dat sowieso. Oké, okay, hij is ervan overtuigd dat de laatste CT op B zit. Dat heeft hij vast doorgecommuniceerd gekregen. Hij weet alleen niet waar exact. Maar zijn teammaatje die komt naar A toe. Via Lang. En dan gaan ze de bom planten. En dan is het Lang leven de lol. En dan is het einde ronde. Pretty much. Hij hoorde hem. Is niks verdachts aan. Rechts, ja. Daar zat hij fix op, hoor. Maar dat was gewoon een snelle reactie. Dat was geen aimbot of wat dan ook. Wederom snelle reactie. Hij weet dat er nog eentje links zit bij B. De andere heeft hij geen idee van. Hij hoort er eentje bij Short. Tenminste, die hoorde ik. En die ziet hij nu ook. Nou, die is nu dood. En er komt er eentje in hun rug via Lang. En dat is het eigenlijk zo'n beetje. Dus A staat compleet open. Maar die informatie hebben zij niet. Oké, okay, hij zag hem nu. Hey yo. Oké, okay, nu staat A helemaal open. Go. De laatste zit op B. Het is gewoon letterlijk reken. Reken eventjes. Heel goed. De realisatie kwam er ook inderdaad aan. Van, hé, wacht eens even. Die gast erbij is weg. We kunnen na. Ja, ja. Speelt gewoon solide. Niks aan de hand. Oh, fix op dat koppie. Ongelooflijk. Al was die CT gewoon even wat omgedraaid tegenover die flashbang. Dan had hij het kunnen overleven. Oké, okay, hij ziet die laatste niet. Nu wel. En hij is dood. Maar...
Ik weet niet, hij komt heel erg schoon over. Dus ik heb niet echt het gevoel alsof deze guy cheat. Ik bedoel, iedereen heeft wel eens een goed potje tijdens CS, weet je. Dus ben je dan ook gelijk een hacker? Nee. Soms vallen gewoon alle puzzelstukjes gewoon even op zijn plek. En dat heeft deze guy toevallig. Maar hij communiceert ook gewoon lekker met zijn team. Of hij heeft het zelf allemaal door. Maar het is gewoon, er stond één guy van hem bij B. En dan zeg je, yo, B is open. Kom met een bom. En hij komt gelijk met een bom eraan. Het is gewoon hartstikke lekker om mee te spelen. Ja, dit is nou weer zonde. Dat hoeft nou weer niet. Ja, hij gaat ervoor staan. Is dit nou serieus de reden waarop hij gereport is? Grieven? Really? Eigenlijk is het wel zo. Ik wil het eigenlijk niet doen, want hij carried zijn team gewoon. Nou, carried. Hij staat lekker bovenaan. Hij is lekker aan het spelen. Maar het valt toch onder grieven. Toch. Al had hij datgene gewoon net niet gedaan, dan was hij er schoon uitgekomen. Maar nu, ja, ik moet me gewoon aan de regeltjes houden. Maar ik ben hier gewoon een politieagentje aan het spelen. En ik moet me gewoon aan de wet houden. En hij heeft de wet overtreden, dus ik moet hem straffen. In zijn kopje. Oké, een 1 om 1. De tegenstander heeft 49 HP, de suspect heeft 60 HP. De verdachte heeft zicht op de bom, Hurricane heeft zicht op de bom. De verdachte ziet de bom nu ook. En hij ziet de tegenstander. En ik weet nou niet of hij hem heeft gekild of dat hij gekild werd. Dat was dan weer eventjes jammer. Ik zou zeggen, deze gast is schoon, behalve het feit dat hij heeft gegriefd, of in ieder geval zijn teammaat heeft lastiggevallen. Wat natuurlijk onder grieven valt. Submit, helaas. Je had dus gewoon uit kunnen komen. Daarnaast, koop mijn shirts. Dankjewel. En daarnaast, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het een leuke video, dan mag je dat belonen met een duimpje omhoog. Wil jij toevallig meer video's van mij zien, dan kan je hier of hier drukken. En dan zie ik jou graag terug bij de volgende video. Doei!